Hallo allemaal, voor de actie Adopteren in SDG staan we hier naast Tineke van der Graaf van de ChristenUnie en zij adopteert SDG 16 over vrede, rechtvaardigheid en veiligheid. Alsjeblieft en heel erg bedankt dat je met onze campagne meedoet. Waarom is het SDG nummer 16 geworden? Ik ben de politiek ingegaan omdat mijn drijfveer echt is om recht te doen als er onrecht plaatsvindt. En SDG 16 gaat over het bevorderen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dus dat past heel goed en daar ga ik me sterk voor maken. Nou, fijn. En hoe ga je dat precies doen? Het eerste voorstel wat ik heb gedaan toen ik in de Tweede Kamer kwam, was een voorstel indienen om de rechten van kinderen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren. Want we voldoen ook binnen ons eigen koninkrijk nog niet eens aan de eisen van het VN Kinderrechtenverdrag. Dat moet echt gaan veranderen. Dus ik heb veel oog voor de rechten van kinderen. En ook voor het bevorderen van de rechtsstaat en de rechtvaardigheid. Dat je je recht kunt halen, dat je naar de rechter kunt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Daar maak ik me sterk voor. Super! En hoe kunnen we al deze mooie plannen gaan volgen? Je kunt mij volgen via Twitter, via Facebook, via Instagram. En natuurlijk via de website van de ChristenUnie. Nou, fijn, dat gaan wij zeker doen. Dat doen we samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Heel veel succes! Dankjewel!